Hi, hey, goeiedag. Ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag heb ik Pater Toon. En deze man kent Suriname als geen ander. Dus we gaan hem flink aan de tand voelen. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van aarde. Pater Toon, welkom in de studio. Oké. Okay. Ja, ik voel me direct al wat heiliger hoe je binnen bent gekomen. Ik <laughs> <laughs> voel me meteen beschermd. <laughs> ik ga direct met de deur in huis vallen. Ik heb begrepen dat u een Surinaams paspoort heeft. Is dat waar? Ik had... Ik heb in 1976... na de onafhankelijkheid heb ik mijn... Nederlands paspoort verruild... voor een Surinaams paspoort. Iedereen verklaarde me toen voor gek. Want iedereen probeerde juist... een Nederlands paspoort te houden. Maar kijk, ik was toen een aantal jaren hier... En voor mij was het een teken om een verbondenheid met Suriname meer tot uitdrukking te brengen en ook problematiek en dingen meer te beleven vanuit Surinaamse optiek. Dus dat heb ik, was mijn keuze toen. Maar tijdens de Binnenlandse Oorlog, mm -hmm. ik had het vredesproces op gang gebracht tussen Ronnie Brunswijk en de Surinaamse regering Shankar. En uh, ja, de militairen waren er niet altijd even blij mee. En ik, was, ik werkte ook veel in de vluchtelingenkamp in Frans-Guyana. En een keer, heel toevallig, ontmoette ik de Nederlandse consul daar aan de waterkant, uh, Kwalis van Ufford was dat toen. En hij zei tegen me, pater, toon wat je doet, waarmee je bezig bent. Uh, Gevaarlijk. Als je een Nederlands paspoort hebt, heb je toch een wat een grotere veiligheid. Hè? Ah. Uh, ga je niet zo gemakkelijk een zonnesteek krijgen of zoiets. <laughs> <laughs> dus uh, hij heeft me heel erg aangeraden om uh, die Nederlands paspoort terug te krijgen. En dat kon, omdat ik, ik had ondertussen een uh, verblijfsvergunning voor uh, uh, Frans-Guianen, Carciseur, okay. omdat ik veel in die vluchtelingenkampen werkte. En, want je moet twee jaar buiten Suriname wonen mm -hmm. om als Surinamer weer te kunnen opteren voor Nederlandse... Klopt. Ja. ja. En uh, ik heb het toen aangevraagd. Ik heb daar vijf jaar niet meer van gehoord. Dus, en toen zaten we ondertussen al in 1995. Juist was die binnenlandse zorgen al lang voorbij. Mm -hmm. Dus voor mij hoefde het ook helemaal niet meer. Maar ineens kreeg ik een, een brief van een Nederlandse... Uh, uh, ambassade of van de regering, dat ik dus Nederlander was geworden. Ja, heel onverwacht. Ik kon nog zeggen van, ja, dat hoeft eigenlijk niet meer en zo, maar in de stond, je bent weer Nederlander geworden. Oké, okay, en vanaf dat moment ben ik weer Nederlander, vanaf 95 dus. dus en hoe lang bent u eigenlijk intussen al in Suriname bezig, uh, in verbonden aan Suriname? Uh, dat is dus uh, dit jaar, in augustus is het 54 jaar. In 1968 ben ik in Suriname koning, in En waarom Suriname? Hoe is uw hart zo verbonden aan het land Dat is heel toevallig. Toevallig bestaat dus niet. <laughs> ik had in Nederland landbouwschool gedaan. Oké. Okay. En ik wilde ontwikkelingswerk gaan doen na mijn militaire dienst. Want ik ben in militaire dienst geweest. En daar ga je nadenken, wat ga je doen daarna? Uh -huh. En toen maakte ik contact met Paters O'Blaad. Ik kende dus ze helemaal niet. Maar toevallig uh -huh. via advertentie in de krant. Dat je via hun ontwikkelingswerk kon doen. Uh -huh. Dus uh, ik uh, reageerde daarop. Toen zei ze: Je kunt het ook combineren: ontwikkelingswerk, uh -huh. maar ook uh, filosofie, theologie. Dat je ook de achtergronden van die mensen wat kunt begeleiden. Want als je de economische situaties van mensen verandert. Uh -huh. ja, dan verander je ook het mensbeeld van, die me van de persoon. hè, menswereldbeeld. Dus, uh, dus hoe beter het gaat met de mens, hoe meer zij. Ja, je, 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 je ik zeg, je, je gaat dingen toch anders beleven, hè? Ja, wanneer het beter met je gaat. Uh, ja, als het. Ja. Dus, ja. Maar voor mij was het iets nieuws, want ik wilde helemaal geen pater worden. Daar heb ik helemaal niet voor gekozen. <laughs> <laughs> maar oké, okay, ik heb toen die combinatie gemaakt: En theologie, filosofie. Uh -huh. En uh, landbouw. Ik wilde eigenlijk na mijn theologie nog naar Deventer, de Tropische Lambo school Maar. Uh, uh, toen ik uh, ja, uh, voor hier in tsunami was, toen kwam ik tot de conclusie met die landbouwkennis die ik al had, en met ministerie van landbouw... Dat ik makkelijk de verbinding kon maken tussen de boslanddorpen en uh, de stad. Hoe, 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 ben je? Maar, uh, hoe ik in tsunami ben gekomen, ja, dat vroeg je. Nee, u... Ik wilde naar Afrika, dus ik had alles was voorbereid dat ik naar Namibië zou gaan. De plaats en die paten waar ik ben gesaconeerd, alles was geregeld. Maar toen pater Joop Kaal is, die heeft de Pater Albering Stichting opgericht voor ontwikkeling van het binnenland. Toen die hoorde dat ik landbouwschool gedaan had, heeft hij alle mogelijke moeite gedaan om mij naar Suriname te krijgen. En zo ben ik 28 augustus 1968 in Suriname gekomen. Maar zo lang geleden bent u met de boot gekomen of met vliegtuig? Nee, ik ben met vliegtuig gekomen, maar toen na een jaar ben ik met de boot teruggegaan uh -huh. en namen uh, laatst uh, na wijding in. Uh, uh, de, november 7 ben ik ook weer met de boot Oranje Nassau. <laughs> <laughs> Vooraan met de, dus, in de in de Dus boot je bent en ook de... op de boot intussen. Uiteindelijk bent u toch met de boot naar Suriname gekomen. Ja. Net als iedereen. Ja. Voor, voor ja, 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 ja. ja. <laughs> ik heb begrepen via via dat u ook. Ja, vogeltjes fluiten altijd in mijn oor. En ik heb begrepen dat u persoonlijk aanwezig bent geweest bij de vredesgesprekken tussen Boutersen en Brunswijk. Is dat waar of is het een fabeltje? Uh, ja. ja. Ik heb eigenlijk dat hele vredesproces op gang gebracht, hè. Maar was u ook daar tijdens die gesprekken zelf? Ja, dus... dus o, oh, gegaan... Sorry, maar Oké, okay, u was daar. Hoe was, die, hoe was die sfeer? Hoe was die spanning? Wat was de situatie? Vertel. Hoe was het om daar te zijn? Dacht u van, oké, okay, ik ga dadelijk dood, of... Nee, we zijn... Dus, het uh, dus was twee maanden na de verkiezing van 87, Toch. En toen dacht ik bij mezelf: Ja, oost suriname is nog steeds bezet gebied door het jonge commando. Maar uh, er is nu een uh, democratisch gekozen regering. En het is een, uh, een padstelling. Uh, kijk, het jonge commando zei altijd dat ze wilde vechten voor democratie in Suriname. Er was een de democratie gekomen, dus uh, ik zeg, dit, uh, Ik ga met Bunsek praten. Vragen om te kunnen bemiddelen. En hij stond er wel. Ik had Brunswick nooit ontmoet eerder. Ik had veel van hem gehoord natuurlijk, maar ik had hem nooit ontmoet. Oh, hem ik, ja. ik werkte voornamelijk boven Suriname, bij Suriname. Maar ik, ik ben toen uh, naar het lange tabbetje gegaan en daar heb ik hem ontmoet. En hij stond uh, helemaal open voor. En uh, <coughs> toen ben ik weer terug naar Suriname. Je moest weer via Cayenne naar Paramaribo en er werd de bischopverslag uh, uitgebracht. En die uh, zei, hey, gaat kijken wat hij verder kan doen. En uh, nou, ik was nog geen drie kwartier terug op de pastorie. Heilige hele familie op zorg en hoop. Toen belde de bischop alweer. Ja, ik heb Aaron, Latschman en Sumita hier bij me. Op het bischopshuis. En ze willen je verhaal horen. Dus ik trek weer terug naar het bischopshuis. En uh, ja, toen heb ik hun het verhaal verteld. dat ik bij Brunselwijn geweest. Dat hij er wel open voor stond. Maar zij zeiden toen. Ja, maar zolang de nieuwe regering niet geïnstalleerd is... Dan gaan we geen reactie geven. Ik zeg, nou, maar ik had Bunus geloven om na twee weken terug te komen met de reactie van de stad. Hij zegt: Nee, nee, Brunswick moet nog wachten tot uh, februari. Ik ben na twee weken toch weer terug gegaan. Toen moest ik helemaal naar Zumazeiland. Maar uiteindelijk was hij daar ook niet, want hij was voor zaken op reis. Lef. Maar ik heb hem op de terugweg <tog> toch even ontmoet. Maar ja, ik ben in 88 alleen tien keer op en neer geweest. Tussen Brunswijk en president Jan Maar dat was uw initiatief hè? Dat was mijn initiatief. Eigen initiatief. Ja. Dus ik, ik wil het eventjes nee, benadrukken. Maar, <laughs> ja. Omdat het is een geweldige daad die u eigenlijk voor Suriname heeft gedaan. En niemand staat erbij stil. Dus daarom wil ik het een paar keer even aanhalen, gewoon. Ja. Weet je, ik heb altijd binnenlandwerk gedaan. Hmm. Dus uh, ik was er ook bij betrokken toch. ja. Uh, ja. En ik vond het zonde dat die oorlogssituatie bleef bestaan. Want zolang er geen vrede is, ga je ook niet kunnen werken aan wederopbouw van dorpen, scholen en en alles noem maar op. Dus uh, ik dacht: nee, dit is een heilloze situatie, hier moeten we iets aan doen. En uh, toen de nieuwe regering geïnstalleerd was, heeft de regering aan het CCK gevraagd. Om twee boodschappers, dat was het broeder Sumter en mijn persoon, om dus op en neer te gaan tussen Brunswijk en president Jankaar. Soms uh, rapporteerden we rechtstreeks aan uh, president Jankaar en soms rapporteerden we aan het CCK. Uh, Bonsa Sikken was toen de voorzitter. En die uh, vertaalden het dan weer door naar de president. Oké, okay, maar wacht, eens. om het goed te begrijpen. Wat was het gesprek tussen de regering en Brunswijk? Niet met Boutersen dus? Dat, nee, het is maar halfweg <coughs> okay. toen het. Uh, ...allemaal heel moeizaam ging. Ja. Uh, de regering vond... ...ze hadden inlichting dat Brunswijk ook met... drugshandel bezig was. En Brunswijk uh -huh. van zijn kant, die vond... ...dat uh, Shankar bang was voor Boutersen... ...en niet durfde op te treden tegen Bouters. Toen was het vertrouwen een beetje weg. Uh -huh. En we waren toen op weg... ...naar Grambori. Boven Tapanhoni, Eigenlijk om Grandman Gazon... Uh -huh. ...ook in te schaken, want dat was een hele wijze... ...man, die bekend stond om zijn... Uh, ...diplomatieke uh, gaven... Maar toen ontmoetten we Brunswijk halfweg bij Forestier. Uh -huh. En toevallig ja, de, de, de boter zei, wilde daar familie even boodschappen geven. Toen bleek Brunswijk er ook te zijn. En toen zei Brunswijk tegen ons, ik heb geen vertrouwen meer in Sankaar. Dat wordt toch niks. Um, <coughs> hij wilde rechtstreeks met Bouters onderhandelen. Okay. En hij vroeg ons, Sumter en mij, of wij die boodschappen rechtstreeks aan Bouters willen overbrengen. En dan dus, ben je naar Bouters gegaan? Ja, toen zijn we teruggegaan. We zijn niet meer doorgegaan naar uh, Grambori. Oh, je bent gewoon direct weer teruggegaan? Ja, Brunswijk zei ons duidelijk, heeft er toch geen vertrouwen meer in. En uh, hij zegt, ik wil een gesprek hebben tussen boters en mij. Dat we dat ding ook uh, uh, kunnen vlot trekken, laat ik hmm. zo zeggen. Dus ja, toen zijn we dus uh, met z'n tweetjes naar Bouters gegaan. Het kabinet van de bevelhebber, dat was toen nog in het uh, gebouw van... Uh, waar nu de Nationale Assemblee zit, hè? Oh ja. Ja, dat okay. was toen het uh, kabinet van de president. Van mm. de bevelhebber. Ja. Yeah. Ja, dan hebben we de, de boodschap van Brunswijk overgebracht. Wat was Bouters reactie op dat moment? Dus, <laughs> Bouters <laughs> luisterde, maar heeft eigenlijk geen commentaar gegeven, hè? Hij heeft alleen maar geluisterd en gezegd, jullie horen spoedig van mij, jullie krijgen spoedig antwoord van mij. We hebben nooit meer iets van Bouters gehoord. Okay. En korte tijd daarna heeft Boud de opdracht gegeven om mij te vermoorden in Albina. Dat heb ik dus van familie, van die Indiaanse soldaten, militairen, die hebben me dat doorgegeven. Maar ze hebben geweigerd, ze hebben het niet gedaan. Er was een opdracht om je te liquideren. Ja. ja. Maar je was altijd een openlijke tegenstander van zijn moment, als ik, me niet als ik me niet vergis. Ja, ik kan moeilijk uh, daar enthousiast over zijn. Nee, maar ik ja. weet u was altijd. U had, in een tijd dat niemand durfde te praten, was u wel gewoon openlijk erover. dus daarom. Ja, ja ik heb nooit mensen uitgescholden. Ik denk je moet altijd beleefd blijven. Maar je moet de dingen wel zeggen zoals ze zijn, vind ik. En ja, dat werd natuurlijk niet op prijs gesteld door de militairen. En de Indianen hebben gewoon gezegd: nog deze man, Raconia. Ja, dat deed ja. Wauw. Dat is wanneer je kringsking bent, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Je had natuurlijk ook uh, andere Indianen. Maar in okay, alle Indianendorpen had ik wel eens kerndienstig of film gedraaid. Yeah. Dus ik kende me eigenlijk overal een beetje in het binnenlands. Ja. Oké, okay, dus die mannen hebben geweigerd om je dood te maken. Wat is toen ja. gebeurd? Nou, nou, het mooie was toen ik het hoorde. Uh -huh. uh, want veel mensen hadden me in die maanden daarvoor al gezegd: Pater, toen je speelt met je leven. Uh -huh. Uh, door iedere keer naar Brunswick te gaan <coughs> en zo. Uh, maar ja, ik dacht, er moet gepraat worden, dit is, allee, is een heilloze situatie voor iedereen, toch? Yeah. En toen ik hoorde dat ze hem hadden moeten doodschieten en niet gedaan hadden, toen kreeg ik een gevoel van, goh, ik heb een leven teruggekregen, een nieuw leven gekregen. Yeah. En in plaats van dat het me bang maakte, werkte het heel ontspannend op me. Ja, ik, 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 ik vond uh, blijkbaar, uh, heeft God nog een poesie nodig hier om wat nuttige dingen te doen. Dus uh, ik, uh, ik kan nog voorlopen, kan ik vooruit. En het, het werkte ontspannend op me. En, en, en uh, wat is het moment dat Bouters even zegt, oké, okay, ik ga toch maar zitten met jullie? Nee, dus... Um, Kijk, ik ben wat jonger, hè, dus ik probeer, uh, ja, ja. Ik, ik ken nee, die dus, intervallen niet. Um, toen heeft de regering om de leid, uh, delegatie... Uh, Finitiaan was... had toen de leiding ervan. Die hebben toen een nieuw initiatief genomen... om in Kourou, in frans Guyana te gaan onderhandelen met jonge commando. Oké. Okay. Rechtstreeks. Maar ja, Boutens is legerleider... maar Boutens staat in feite... is een uitvoerend orgaan van de regering. Dus Boutens staat onder de president. Juist. Yes. Um, en... Um, wij hebben nog als CCK... we hebben nog wel meegeholpen die... Uh, uh, vergadering, overleg in Kourou voor te bereiden. Daar ja. waren we bij persoonlijk. Maar in Kourou zelf ging het rechtstreeks tussen de regering en de jonge commando. Ja, toen hadden jullie je taak eigenlijk al voorbracht. Ja, ja. ja, ja en ja, ja. kijk, de vrede moest gesloten worden niet met ons, maar ja, de ja, ja. regering dus daarom, en ja, ja, ja. ja. En dat, ze zijn tot een overeenstemming gekomen, hè? Ze hebben die de protocollen van uh, uh, Kourou zijn geaccepteerd door de regering en ook door het jonge commando. Dit het Kuro-akkoord, no? was het toch zo? Kuro-akkoord, Kuro ja. Kuro ja. ja. Ja, ja, ja. niet nee, Maar Boudesse was fel op tegen. Boudesse zat gewoon de zaak te saboteren, toen al. Uh, bent u ooit Boudesse nog tegengekomen, na dit alles? Nee. Niet? Nee. Als ik, als ik, als ik... Kijk, er is altijd geschiedverfazing geweest, toch? Hm. Er is de hele tijd, er is niks in de geschiedenisboeken gekomen. Nee. Dus heel heleboel nee. mensen weten niet wat wat is. nee. Uh, hoe kunt u die tijd beschrijven voor de mensen die nu weten wat er is gebeurd? U was in het binnenland, toch? Dus mm -hmm. hoe kunt u werkelijk beschrijven van, kijk, nu is politiek een spelletje. Maar wat is de Botese die u toen heeft leren kennen? Kijk, Boudersen was heeft die staatsgreep uh, georganiseerd mm -hmm. met het motief dat hij een vakbond wilde hebben in het leger. Ja, dat is ook Flowekul natuurlijk, want toen hij de macht had, uh -huh. hij heeft zeven jaar lang de, de macht alleen gehad, maar hij heeft nooit de vakbond opgericht in het Nationaal van de Resonatie. Is er nog steeds niet? Nog steeds niet, nee. nee. Um, kijk, maar als je eenmaal de macht hebt, uh -huh. macht corrupteert snel. Oh, dus dat u de, denkt uh, wel dat de intenties juist waren in het begin, dat de power van macht uh, verkeerd Ja, is, ik he? denk dat dat allemaal meegespeeld heeft. Hij heeft natuurlijk ook, uh, adviseurs gaat hem niet altijd in de goede richting uh, gedreven hebben, denk ik ook. Maar ik ben geen politieke persoon. Uh -huh. Maar ik kijk uh, ja, wat, uh, wat er uiteindelijk uh, uit je handen komt. En ik denk dat Boudese steeds verder is uh, ja, uh, afgedwaald naar een vrij dictatoriaal regime. Uh -huh. En ook de, de Surinaamse economie ook in de puin gedraaid heeft, toch? in uh, 83, 84, en dan zie je de tsunamische economie holt achteruit, hmm. winkels zijn leeg, uh, geldontwaarding, de devaluatie, de noem maar op, al die dingen. Maar dus, uh, dit is uw kant van het verhaal, natuurlijk, maar ik probeer eens dus dingetjes ja? bij elkaar te brengen. Het verhaal is ook bijvoorbeeld van dat Nederland hem um, uitgekortst, dus qua steun en alles, hmm. en daardoor waren ze dus genoodzaakt om met andere soorten mensen zaken te doen. De, is, het, is het zo dat die man dan is gedreven in een bepaalde hoek om dan bepaalde handelingen te plegen of was het gewoon van, nou je bent gewoon van binnen je inborst, was was niet goed. Naar nee, mijn mening natuurlijk. Kijk, uh, kort na de staatsgreep uh -huh. heeft Nederland 500 miljoen aan boters gegeven. Iedereen was er verwonderd over dat ze zo makkelijk zoveel geld hebben gekregen. So, de okay, militairen rewind, 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 rewind. Maar dit weet ik niet eens. Ja. Hoeveel heeft de regering aan gegeven toen? 500 miljoen. Gulden? Ja. Dat kan je nu vergelijken met een paar miljard uh, Ja, ik natuurlijk. weet niet hoe je die omgeving moet ja, maken. Ja, dat gulden was, was geweldig. In, in eerste instantie heeft Nederland het uh, militaire regime erg gesteund. Waarom is dat dat, dat ze dat, dat regime wel steunden in het begin? Ja, uh, kijk. Maar dan, ik ben daar geen expert in. Maar ik denk hm. dat vanaf 1975, onafhankelijkheid... Tot en met tachtig. Uh, kijk, er waren hoge verwachtingen uh -huh. dat de tsunami eindelijk op eigen benen kon staan, eigen ontwikkeling kon brengen. Maar ja, we hebben toch gezien dat in die vijf jaar die ontwikkeling nog niet zo op gang kwam, dat corruptie ook niet uitgesloten werd, het patronagesysteem bleef nog steeds uh, werkzaam. En uh, ja, kijk, uh, valk, het was een militair uh -huh. en die werkte op de Nederlandse ambassade. Hij had een vrij hoge positie daar. Uh, die heeft volgens mij ook een beetje zitten stoken. En Bouters heeft zelfs bij het afscheid van Valk heel duidelijk gezegd... Zonder jou was er nooit geen koep gekomen. Ja, ja, ja want... Ja, toch? <coughs> de Nederlandse regering heeft die, die informatie ook in de kluis gezet tot 2060. Ja, of dat zoiets. is heel jammer. Dat, is, dat ja. klopt ook niet. kun je niet goed praten. Nee. Maar, maar dus... Ik probeer het eventjes voor mij ja. in, op een lijn te krijgen. Dus wacht even. Dus... De Nederlandse regering was zelf niet tevreden van 1975 tot 1980. Mm -hmm. Nu plicht iemand een koep, ja. wat eigenlijk on onacceptabel is. Ja. Helemaal met is. En dan toch geef jij als Nederlandse regering 500 miljoen aan die man. Ja. Om projecten te kunnen uitvoeren, bruggen te kunnen bouwen, van alles en nog wat. Dus, dus hebben, in het begin hebben ze een, werke, een, een ding willen geven. Pas na de decembermoorden heeft Nederland die ontwikkeling zelf gestopt. Pas na de decembermoorden. Toen pas hebben ze gezegd: nee, maar daar kunnen we niet mee eens zijn. Dus, dus Nederland was niet van nee, die man heeft een koop gepleegd, wat al onacceptabel is. Nederland was mm. toch bereid om met hem te werken. Dus eigenlijk is Nederland ook verkeerd geweest daarin. Ik denk dat ze niet erg verstandig gehandeld hebben, ja. <laughs> Ik ben heel blij dat ik dit... Dit is allemaal nieuw voor mij. Dus ik vind het geweldig om deze dingen te horen natuurlijk. Ja. En... Um, uh, ik, ik, ik kan het even het niet bevatten. <laughs> uh, waarom is het dat nooit... Denkt u natuurlijk? Waar, waar, waarom denkt u dat er nooit iemand is geweest die dan hem van zijn troon heeft kunnen slaan of weg heeft kunnen halen? Want ik bedoel, het was op een gegeven moment wel duidelijk dat hij een dictator was. Ja. Daarna niet meer. En ineens komt hij dan weer. Hoe, hoe, hoe ziet u dat eigenlijk? Kijk, mensen die in dit soort posities zitten, die beschermen zich natuurlijk heel goed door ja. lijfwachten. Brunswick, ik was een van die wijllijvakters van Bouters. Ik heb gehoord dat het, dat het zijn, zijn rechterhand is geweest toen dat tijd. Ja, Bouters heeft Brunswijk zelfs naar Cuba gestuurd voor een commandoopleiding. Ja, Brunswick en Bouters waren heel goed in die tijd. Maar ik heb begrepen dat de binnenlandse oorlog, want de, de jungle-command heeft alles geschreven voor democratie. Maar ik heb begrepen dat het eigenlijk meer een drugsoorlog is geweest dan wat anders. De on, on, ontevredenheid vanuit Brunswickse kant, hij, ja. vond, hij, hij wil meer hebben. Ja. En toen zei Bouta nee, want het is mijn business. Ja. En daardoor is die oorlog ontstaan. En, en ze hebben onder het mom van democratie hebben ze ja. dan gevochten. Ja, dit, dit, is dat waar? Uh, kijk, uh, ik vertel wat ik heb gehoord. Ik was er ja, niet ja, ja. <laughs> nee, Je kunt het boek lezen, daar staat het allemaal <laughs> redelijk goed in beschreven. Ja. Nee, in uh, 88 ik ben vaak naar Brunswijk geweest, we mm. hebben vaak geslapen ook daar. Uh, we hebben heel veel gebabbeld ook. En dus uh, heeft ik even persoonlijk verteld. Hij moest toen woonden Boten nog op uh, Donburg, toch? Domburg, ja, hij ja, was nog ja. daar. Ja. En hij moest vaker met de speedboot vanuit brun, vanuit Donburg moest hij aan de Suriname Monding uh -huh. drugs gaan ophalen. en die naar uh, Domburg brengen. Gewoon als ze uh, leefwacht van boters was dat zijn kweiten die opgedragen kreeg. En aan afloop werden ze royaal getrakteerd op whisky en zo. Dat heb ik uit de mond van Brunswijk zelf gehoord. Ja, dat is. Zo. Ik, ik, ik zou een slok nemen, maar ik ben gewoon hier <laughs> moet bevroren. <laughs> er zijn zelf geruchten dat Pablo Escobar persoonlijk in Suriname is geweest in die periode. Weet u wat daarvan toevallig? Ik kan er niks van zeggen. Ik weet wel dat er af en toe vliegtuigen landen op Stouwans-Eiland. Uh -huh. DC3. En... Maar er werd veel aan drugshandel gedaan in Oost-Suriname. Uh -huh. Heeft het uh, Brunswijk Gouden Eieren opge opgeleverd? Yeah. Bouwden ze meer in midden Suriname, op dik in de drugs? En in, in, in West-Suriname waren de Doekianers die daar de leiding hadden van de drugs. Ik was één keer op Asiabo, want ik kwam al uh, vijftig jaar op Asiabo, hmm. regelmatig voor pastale diensten. Yeah. Dus uh, je hebt uh, achter de school, de Thomas More school, uh -huh. heb je een airstrip. We hebben die zelf nog aangelegd als pas in 1971. Ja, die airstrip, ja. ja. Mm. En daar, uh, aan de overkant van die airstrip, daar wonen ook wat mensen, onder andere onze pastoral leider, uh, uh, Macintosh. Of sorry, uh, Macuzzi. Mm. Cle Clemens McCousy. Dus ik, ik wou hem gaan opzoeken en ik loop dus vanuit het dorpcentrum over die airstrip daar naartoe. En dan zie ik dat daar een buitenlands vliegtuig staat. En onder de vleugels van het vliegtuig staan mannen te onderhandelen. En met de messtekers in het plastic zakken om de kwaliteit van het witte spoel te controleren. Je hebt niet echt wat holy water op zo'n gegooid dat ze moeten verkeeren. Nee, weet je, met drugsjongens moet je heel voorzichtig zijn. Dus het yeah. heel onverschillig. Ik ben doorgelopen alsof ik niks gezien had. Yeah. Maar dat was voor mij ook een absoluut bewijs dat die Toekajana's ook zwaar in de druk zaten. Ja, toch? Maar het was gewoon een drugstransactie die daar bezig was. En toevallig loop ik daar met mijn neus tegenaan. Ja. Ik ben meestal helemaal niet stil. Ik ratel al een stuk door. Maar ik ben zelf ook van... Ja, mijn man valt gewoon open hier. Maar... Staat dit alles? Je heeft ook een boek geschreven? De tragiek van staat, de Binnenlandse Oorlog. Dit, ja, dit alles staat, wat ik nu verteld heb staat ook in dit boek, ja. Ja, dus we heb, hebben deze, al heel veel mensen gelezen, ja. Bij deze, Pater Toon heeft een boek geschreven, het heet De tragiek van de Binnenlandse Oorlog, Suriname van 1986 tot 1992. Uh, ja. Ik wil sowieso zo'n boekje. <laughs> dus, uh, wow. Eigenlijk. Heeft u ooit met mensen. Ja, gelukkig schrijft u zelf waardoor dit alles naar buiten komt. Dus u heeft niet iemand nodig om, om, nee. om het te documenteren. Ehm. Um, e Sorry hoor. Uh, ik, ik zit eventjes. Uh, ik ben een beetje perplex eerlijk gezegd. Van die informatie. Uh, u heeft ook gewerkt met die vluchtelingen, hè? Ja. Um, zijn er zware misdaden gepleegd in, tijdens die oorlog? Tussen Surinamers zelf? Wat heeft u gezien? Ja, kijk, het is absoluut, er iets dat u echt is bijgebleven? Absoluut, het absolute, uh, diepe punt is natuurlijk de moorden van Moywana. Daar wil ik naartoe gaan, ja. Was u daar? Heeft u het gezien? Nee, ik was toen niet in Oost-Suriname. Uh -huh. Maar uh, ik haal in, uh, in dit boek ook uh, het dagboek aan uh, van zuster Gerda van Doren. Zij had al tien jaar op uh, Albina gewerkt. Oké. Okay. En toen is ze ook meegevlucht met de mensen naar Saint Laurent. En ze heeft daar nog 5,5 uh, jaar gewerkt in de vluchtelingenkampen. Ik ontmoette haar regelmatig. Mm -hmm. En zij heeft een dagboek bijgehouden. Onder andere. Uh, ook Dat die vluchtelingen uit Mojana, die door het bos waren gekomen, naar de overkant gingen en heel eerst, in eerste instantie vaker bij haar thuis werden opgevangen. En van daaruit, uh, iets later, hebben de Fransen toen op vlieg, bij het vliegveld de kamp aangebouwd. En daar is ze ook, uh, was zij, had zij ook de leiding over de tsunami-vluchtelingen. Maar uh, dus van haar heb ik heel wat persoonlijke informaties, van de mensen zelf. Uh, ja, kijk, we staan er altijd. Uh, Elk jaar bij stil dat 15 prominente Surinamers vermoord zijn op 8 december. Ja, maar je zit over hun omdat het prominente mensen waren. Maar eigenlijk zijn er veel meer mensen gepopt op mijn dus manier nee, van Dus ik wil even heen. zeggen: ja. voor die 15 prominente Surinamers wordt elk jaar een herdenkingsviering gehouden. Maar in Mojwana zijn niet 15, maar 39, voornamelijk vrouwen en kinderen. Ik heb vermoord. beelden gezien met kinderen met zulke gaten, waarin je ja. twee vuisten kan zetten in hun hoofd. We waren ja. gewoon opengeschoten. Ja. Ik heb die beelden gezien. Ja. Met vliegen en alles. Ik heb, ja. ik heb beelden gezien dat ik. Je kan het niet ontzien eigenlijk. Nee, het is, is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar korte tijd daarna kwam een inheemse jongeman, uh -huh. die ook in het Nationaal Leger zat, en die ook meegedaan heeft aan die moorden op Moywana. Uh -huh. Die kwam bij me en zat hem hoog. Hij zegt: Pater. Wat we daar hebben moeten doen, dat uh, was verschrikkelijk. Ik wil daar niet meer aan meedoen. Ik wil weg. En hij zei: 'Maar pater, niet vergeten. Voordat je in actie gaat, ben je verplicht om drugs in te nemen. En die drugs maken dat je heel fanatiek wordt en dat je niet meer jezelf bent, zodat je automatisch bevelen die je van hoger krijgt gaat uitvoeren.' Hij zegt: 'Ik heb mijn uiterste best gedaan om uh, niet'. Zomaar dingen te doen. Om, ik, ik heb geprobeerd om over de hoofden van de mensen heen te schieten om niemand te vermoorden. Maar ik denk dat die drugs die ze moesten innemen, dat die verklaren hoe ze zo beestachtig mensen hebben kunnen vermoorden. Want gewoon maar, zwangere vrouwen die lieten zien dat ze zeggen... een. de buik hadden. Ja, een ja, ja, uh, nou, bolle buik nog hadden. Ja. Die werden gewoon in koelbloeden vermoord. Kan je dat voorstellen? Is toch onbegrijpelijk? En kinderen ik werden heb, vermoord. Ik heb wel gesproken met mannen van het leger. En die zeggen: Dave, je hebt ook onze kant van het verhaal. Ja. En die zeggen: er is geschoten vanuit het kamp naar hun. En toen hebben zij gereageerd. En daar hebben ze dus eigenlijk, Brunswick, zijn eigen mensen, hebben het kamp gebruikt. of de mensen als een schild. Of Luister, ze, dus da, da, Er zijn altijd twee kanten. Natuurlijk. Ja. Dus daarom. Kijk, kijk, laat me je. Korte tijd daarvoor uh -huh. heeft Boutersen aan die dorpen, aan de Koteka rivier, opdracht gegeven om dorpen te verlaten. Maar oh, hij heeft de boodschap wel gestuurd? Boutersen had die boodschap gestuurd. Okay. Maar die mensen, die zeiden natuurlijk, ja maar waar moeten we naartoe? En als wij weggaan, uh, we moeten alles achterlaten. Uh -huh. Die dorpen zijn dan onbeheerd. Wat vinden we als we terugkomen? Dus die mensen weigerden om te vluchten. Want Brunswijk had natuurlijk heel veel aanhang op die uh, de, uh, Marondorpen. Yeah. Dat stond meer zo. En omdat ze niet wilden vluchten, heeft Boudersen dat ding van Mojwana georganiseerd. De militairen waren op Galibi. Yeah. En toevallig was Pater Herman-Holzer, de pastoor van Albina, die was op Galibi. Uh, um, mm -hmm. Waar die militairen dan ook waren. De militairen hebben hem nog gevraagd om een kerkdienst te houden voor die militairen. die op weg zouden gaan naar uh, Mojwana. Maar Holtse wist dat natuurlijk ook niet. Hij heeft een kerkdienst voor zich gehouden. Dan zijn ze via de Wana-kreek naar Mojwana gegaan. om daar het dorp te overvallen. En er waren weinig mannen op dat dorp aanwezig, Meest vrouwen en kinderen. Dus het is absoluut niet waar dat mensen van Brunswijk uh, die militaire lasten gevallen hebben. Echt niet. Het nee, is een bewuste actie van het Nationaal Leger om paniek te zaaien, waardoor alle dorpen van de Korte Carifie ontvolkt zouden worden. Dat mag je van mij aannemen. Een stukje van drugs dat kan ik wel geloven. Omdat ik. Uh, als je rijdt in de binnenstad van Suriname, zijn de meeste drugsverslaafden een bepaalde leeftijd. Hm. In een bepaalde leeftijdsgroep. Uh, ik zit in de vuilophaal. En de meeste jongens die voor mij hebben gewerkt in de tijd... zijn allemaal ex-legerjongens. Ze allemaal nog steeds verslaafd aan die ja. drugs. Ja. ja. Dus dat, toen hij zei drugs, hè, zo dacht ik... ik heb direct een correlatie kunnen zetten tussen... Ik, ik haal in dit <coughs> boek ook het uh, verhaal aan van uh, Verweij. Hij was ook een militair uh -huh. uh, telegrafist bij het leger. Maar die is er op een gegeven moment... Die zag ook hoeveel mensen eronder doorgingen door drugsgebruik, drankgebruik. En ook ja, de opdrachten die ze moesten uitvoeren... Hij heeft het leger gewoon uh, terug toegekeerd omdat hij zich niet meer kon verenigen met wat er gebeurde. Je, dat, uh, je, je, je gaat het heel <laughs> rustig nalezen. <laughs> Oké, okay, u bent van de kerk, toch? U bent Pater. U heeft zoveel gewerkt in het binnenland. Ik heb gehoord, alles wat ik u vraag is, zijn gehoord, want ik, ben nogmaals, ik was er niet bij. Ik heb gehoord dat de binnenlandbewoners uh, vanwege hun cultuur zichzelf konden beschermen bij, tegen bijvoorbeeld kogelinslagen. Uh, heeft u dat soort dingen ook kunnen ervaren, dat u zegt van, hé, hey, er, zit er zitten wat dingen in die cultuur dat werkelijk heeft geholpen. Dus uh, dat bijvoorbeeld die kogels in de volledige... Ik, die heb, <laughs> ik heb het er vaak met Brunsheik over gehad. Ja, want het is ook vooral dat en die Brunsheik kogel uit zijn oren heeft gehad. Dat ja. soort rare dingen heb ik gehoord. Hm. <laughs> nou, ik was een keertje op <coughs> een lange tabeltje, Ja. ja. Yeah. Met Brunswijk. We zouden daar overnachten. Uh, soms die gesprekken die we met hem voerden, dat ging niet alleen maar in de middag, maar dan ging het morgen door voordat we weer teruggingen naar de stad. Maar ik heb persoonlijk gezien dat Brunswijk gewoon glas glazen op opat als het ware. Uh, ik weet niet wat dat de verklaring voor is, maar voor mij kwam dat heel gek over. Uh, maar hetzelfde als mensen bijvoorbeeld door vuur kunnen dansen en zo. Dat, yes. dat komt ook voor. Nee, maar Brunswijk heeft... Ik heb het met Brunswijk over gehad, hè. Die bescherming, hè. Yes, die yes, opjaas. Yes, yes. yes, ja, zei Brunswijk. Het helpt zeker in die zin dat het de mensen dekartie geeft, toch? Yeah. Zij, ze geloven er zelf in. En daardoor durven ze veel meer te doen dan dat ze anders zouden moeten doen. Maar hij zegt, als een kogel jou raakt... Dan ben je net zo goed dood. Oh, en en de eerste hm. avond dat wij dus bij Bruntwijk aankwamen op lange tappetje voor het allereerste gesprek. Hm. Toen hadden ze die dag ook gevochten in het Patamaka-gebied. En een van die mannen van Bruntwijk, die had een kogel midden voor zijn kop gehad. Op slag, dood. Oh, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dus uh, mensen. Zeggen dan vaak ja, je bent niet goed geprepareerd of je hebt niet aan de taboes gehouden yes, en dat soort dingen. Yes, yes. Maar ze brengen als een moenkool die echt raakt, dan ben je echt weg. Dat heeft Brunswijk mij persoonlijk <laughs> gezegd. Oh, dus dat is ook meer om fair te brengen in de, in de enemy, om de tegenstander een ja, beetje paniekerig ja, te maken. Dat speelt ook mee, maar ik ben geen expert op het gebied van dit soort dingen. Maar nee, ik zeg wat ik uh, van Brunswick zelf gehoord heb. Nee, voor hier heb ik een gevraagd, want kijk, de ja. kerk is altijd, kijk, altijd anders naar dingen. Dus vandaar dat ik het, maar u bent wel de hele dag midden tussen die mensen. Want ik heb ook ja. gesproken met uh, oudstrijders van het leger. Zeiden ze soms van, ja, en dan kwam die man binnen als een akka. <laughs> verandert in een mens, schiet de boel. Maar als u nu zegt dat er veel drugs is gebruikt tijdens de oorlog, dan kan ik ook begrijpen dat ik Arendes zou zien veranderen in Ja, uh, zijn, uh, Kijk, militairen, vooral dienstplichtigen, die werden daar de oorlog in gestuurd. Doodsbang vaak. Kan naar voren. En, uh, ja, dat was ook geen eenvoudige opdracht die ze kregen. En dat ze doodsbang waren soms. En dus uh, geesten zagen dat, geloof ik, graag. Hè? Ja. Maar zonder meer. Kijk, je moet ervan uitgaan, er is meer tussen hemel en aarde dan wij mensen zien. Yeah. En mensen hebben me ook vaak gezegd, luister, sanide, hoe je zo moet zoeken. Dus ik, ik ben in die loop van die meer dan 50 jaar, ik ben overal geweest, ik heb van alles meegemaakt. Maar je moet niet bang zijn en je moet dingen respecteren. Je moet dingen niet provoceren. Want als je dingen gaat provoceren, dan kan het op je terugslaan. Maar... Als je zelf een geweten hebt, je probeert dingen met respect te behandelen, dan is mijn gevoel, dat is mijn ervaring, dat je dan ook safe bent. Oké, okay, Sanny daarvoor wil ik even op ingaan, hè? los van die mm -hmm. oorlog. Wat is het meest rare dat je ooit heeft gezien wat er is tussen hemel en aarde dan alleen lucht? Maar well, ja. Het meest, <laughs> de meest rare ervaring? Dat je denkt van: ah, Sanny <laughs> <laughs> Ja, uh... Ik, ben, ik heb nooit uh, hele gekke dingen ervaren. Uh -huh. Ik heb wel ervaren dat God me een hele goede engelbewaarder gegeven heeft, die mij beschermd heeft in al die jaren. Uh -huh. uh, ik moet zeggen, ik ben ook altijd, zowel door de, al die militaire wachtposten waar je vaak uh, doorheen moest, maar ik ging altijd samen met zussen een monk. Hè? Dat is oh. een, Kriolse, Surinaamse zussen, we deden samen opleiding, uh -huh. verzorgde zouden En zij ging altijd met me mee voor begeleiding van de pastorale in het hele binnenland. Uh -huh. We zijn overal geweest van de naar de quarantaine. En uh, va, soms bij een militaire post, hebben jullie wapens bij je? Ja, zou zo ik zo zeggen, nou, dit is mijn roze dat is mijn wapen. Ja, en dan moesten ze allemaal lachen, en dan was de sfeer uh, gelijk uh, gebroken, hè. dan was het, uh, was het goed. Uh, maar zowel door de militairen, de gewone militairen, als ook door de jongels, ja. als ook door de gewone Toucayana's, ben ik altijd correct behandeld. Oké, okay. we zijn niet alleen in de oorlog met Brunswijk, toen ook de Toucayana's begonnen waren, heeft president Shankar, toen nog Pater de Becker en mij gevraagd om een brief van de president te overhandigen aan de leiding van de Toucayana's. Mm -hmm. En dat zou op matta moeten gebeuren. Maar toen... Ja, eerste, eerste dag uh, lieten ze ons wachten. En ze zeiden, ja, de Toukayana-leiding is helemaal op Bikipoika en zo. Ik heb gezegd, oké, okay, dan komen we de volgende dag terug met die brief van de president. Maar toen lieten ze ons weer wachten bij die uh, wachtpost van de, van de Toukayana's. En toen we een paar uur gewacht hadden, ik dacht, ja, van Bikipoika naar... Die derde brug, dat is echt niet zo ver. toen heb ik ze gezegd. Ik zeg, luister, jongens, jullie zijn zwaar bewapend. En ze hadden allemaal uh, behoorlijke wapens bij Dag Dagas. Mm -hmm. <laughs> uh. Ik zeg, uh, kom jullie mee met ons. We hebben alleen maar de witte vlag bij ons in de brief van de president. Maar jullie zijn zwaar bewapend. Dan rijden we samen naar Matta. Mm -hmm. Kunnen we daar horen? En voordat je, als je in Matta binnenkomt, rechts heb je dat. Um, gemeenschapszaal, washi kwa, uh -huh. dat betekent ons huis. Washi ja. kwa. Washi kwa. Oké. Okay. Ja. En, hm. Heel snel zwaar de militairen, automatische wapens, uh, granaten aan een gordel en zo. Pater, we hebben je auto even nodig, we moeten even een kadertje doen. <laughs> maar gelukkig bleef ik helemaal kalm, hij kalm. Ik zeg, luister jongens. Ik zeg, met deze auto ben ik hier gekomen met de brief van de president. En met deze auto ga ik terug naar de stad om een verslag uit te brengen. Ja, en toen gingen ze overleggen met elkaar. Want we waren een beetje perplex. En toen zeggen ze: Ja, de leiding van de Toekijanis zit helemaal op, was Javapura. Mm. Ik zeg, nou, dan hebben we dat gehoord, dan weten we dat. Dan draaien we om, dan gaan we terug naar de stad. Ik heb heel rustig omgedraaid. En ik ben teruggereden. En ja, ze hebben u niet, niet lastig gevallen. Ze hebben ons niet lastig gevallen. Maar je moet, je moet rustig blijven en een soort ja, moreel gezag laten zien. Uh, dus ze hebben ons niks gedaan. We zijn vertrokken weer. Volgens mij was dit in 1989. 1989 ja, uh, 1989. Weet u waarom ik het weet? Omdat uh, mijn biologische vader, ja. ik draag zijn naam niet, uh, ik kreeg, rond die tijd kreeg ik een, weer een contact met hem. Mm -hmm. En uh, hij zei, we gaan naar het binnenland, we gaan naar Apura, en dan zouden we een beetje in Zullen zouden we even blijven, ja. en daar zouden we een kamp hebben. En dat was in de wat we noemen zomervakantie in Nederland, maar dus een ja. grote vakantie. Ja. En in september 1989 gauw, komen we dus naar buiten, op de hoofdweg, en van beide kanten toevallig, toeval bestaat niet, kwamen er wagens. Dat was de dag dat de Toucayannas... Ja, 31 augustus zijn ze begonnen. Ja, wij, ja. Waren, wij waren dus daar. Ja. Ik was daar. Oké. Okay. En ze uh, ik, heb, ik heb dingen gezien toen. Want ja, die, die grote brug over de Nikeri-rivier. Ja. Daar hadden ze dus heel veel mensen aan de zijkant. Heel veel mensen in elkaar getrapt. Al die auto's van al die mensen. Want het binnenland was aan die kant was veilig. Dus men ging vaak jagen aan die ja. kant. Alle auto's in beslag genomen. Ik kan nog één wagen herinneren van, het was een Hilux pick-up, zo'n mooie wagen die ze in beslag hadden genomen. Het was oranje met van die zebra strepen erover. Ja. Uh, ja, niemand had het verwacht hè? Juist, en, maar wat, ik, wat me wel opviel daar, toen ik daar was, het waren niet alleen indianen die bezig waren die dorpelingen te verjagen. Want ik heb rijen en rijen gezien van mensen die liepen met gasbommen op hun hoofd en alles. Het waren vo voornamelijk Bosland-Kriolen die uit dat gebied werden ge gejaagd. Ja. Maar de mensen met geweren die ik daar heb gezien, waren niet alleen indianen. Het waren ook donkere mensen met geweren die hun eigen mensen aan het wegjagen waren. dat vond ik zo frappant op dat moment. Wij, wij zijn vrijgelaten althans. Ja. Omdat mijn vader was ook leraar. Mijn biologische okay. vader. En hij kende Thomas. Okay. Hij had hem lesgegeven. Ja. En die was toevallig bij dat Thomas kamp. Sabaio, ja. Juist. En Thomas zei, hey, metter mag gaan met zijn mm. kinderen en zo. En zo mochten wij, onder begeleiding, we hebben ze ons gebracht tot naar Sanderij. Iets ze bij Bosbivak. Okay. Tot daar uh, uh, hebben ze ons begeleid. Mm. En elke keer, bij elke controle, werden we wel opgefokt. Want ze waren het niet eens. Ja. We hebben ze ons ook nog, op een gegeven moment hadden dorst. Mochten we alleen een soort zwampwater drinken. Mm. Mm. Ik was verwend vergeleken <laughs> met de rest. Ik heb ja. niet gedronken, de rest is ziek geworden. Nee. Ja, ja dat, moet je, dat moet je doen. Ja, de rest is echt ziek geworden. Uh, ik had niet gedronken omdat ik een verwend jongetje was. Nee, ik wil niet. Gelukkig. <laughs> maar ook gewoon getraumatiseerd. Ja. Uh, maar ik weet wel een uh, reden waarom. Omdat mijn dus biologische vader me meegenomen. Maar mijn andere vader, wiens naam ik draag, Roy van Aarden zijn naam. Dat uh, is van mij mijn vader ook. Uh, hij was 2 september jarig. Dus ik zat meer te huilen. Ik ga mijn papa zijn jaardag missen. Je ja. weet ja. <laughs> Daarmee ja. was ik meer ja. bezig. Maar ik heb dingen gezien. En toen vond ik het heel raar dat ik dus. Het zijn niet alleen Toekajana's geweest. Die die mensen hebben weggejaagd vandaag. Ik heb, ik heb Bosland-Kriolen gezien tussen die Toucayanas die bezig waren. Nee, maar er waren natuurlijk een aantal militairen die in het Nationaal Leger waren. Die dus uh, uh, ook bij de, de, de Toucayanas zich hebben aangesloten. Hè? Waarom zijn ze eigenlijk in opstand gekomen? Want niemand had het verwacht, nogmaals. Dus wat is dan de draagvlak geweest? Want wij waren lekker aan het jagen. Ja. En ineens hebben alle machines in brand gestoken. Er waren zoveel brandende auto's langs de weg. Mm. Alle verkeersborden. We hadden een geschoten. Alle bruggen waren verbrand. Je moest echt over plankjes rijden. En ja. dan keek je naar beneden, zie in die diepe ravijn. Hij ja, Ik elke Ja, het was verschrikkelijk ja. om, om daar te rijden. Dus waar zijn ja, die maar kijk, in opstand gekomen? Dat, op dat moment. Na de uh, akkoorden van Kourou, mm -hmm. Van Boutussen. En ook de inheemse dorpen. die Boutussen grotendeels gesteund hebben. dat het jonge Omanlo bevoordeeld werd. Want er was afgesproken... Uh, de oorlog wordt gestopt. En um, de jonge commando wordt ontbonden. Mm -hmm. En die mensen van de jonge commando... die daarvoor in aanmerking komen... zouden na een, militaire, uh, na een politieopleiding... Uh, dienst, in dienst genomen worden... als een politiemacht in oost suriname En dat vonden de indianen helemaal niks. Want, uh, en Bouters ook niet. Kijk, <laughs> Bouters heeft... Dat hele vredesproces vanaf begin 88 altijd gesapoteerd. is wilde aan de macht blijven, toch? En als er geen oorlog meer was, dan is de rol van de bevelhebber van het Nationaal Leger ook ineens uh, een stuk minder geworden. Maar zolang Bout, uh, Brunswijk nog uh, oppositie voerde, in de oorlog voerde komt Boutersen zich een hele belangrijke figuur achter om eigenlijk in dienst van een de democratische regering toch het jonge te bestrijden en ze ervan te beschuldigen ook dat ze terroristen waren en noem maar op. Uh -huh. En Boutersen heeft valse informatie verstrekt op die dorpen over dat koelakkoord. Uh -huh. En indianen... Um, hoe moeten we zeggen, ja, misschien is dat een goed woord. Maar in elk geval gemotiveerd om in verzet te komen. Maar ze hebben en, onder, onderling hebben ze ook moorden gepleegd bij elkaar. Hè? Ja, ja, dat komt niet. Dus De top je. heeft elkaar ook afgegeven. Afge ja, ja. ja, ja, maar kijk, ik, ik heb het in het boek ook beschreven. Mm -hmm. uh, Linskeer. Ja. Die zegt het letterlijk. In, uh, 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 het is het boek van uh, getuigenis van president Boutersen. Oké. Okay. Van deze Boutersen. Hij heeft ook een boek geschreven, De Getuigenis. Nee, Sandu Hira heeft het boek geschreven. Oh, na, dat van, gesprek. na die gesprekken die hij gehad heeft met Boutersen. Ja. En in dat boek, <coughs> ik heb het zelf, mm -hmm. bladzijde 112, ja. staat heel duidelijk... dat uh, Linske zegt... Het, na die koerakkoorden had je een situatie... dat het Nationaal Leger niet meer het jonge commando mocht aanvallen. En wij hebben toen... Vanuit de inlichtingendiensten en het leger, zonder toestemming van de Surinaamse overheid, besloten om de dorpen te trainen, te bewapenen. En daaruit zijn de Tukayanas, de Mandela's, de uh, Mandela's, de Rulas en de Koffiemakers voorgekomen. Het staat letterlijk staat het in het boek van Boutersen. Dus ze geven het ook toe daar. Ze geven het toe, maar ze zeggen dan: ja, we deden dat om de dorpen te beschermen zo gauw <laughs> die Toekoyanas de macht hadden, en het is typisch, het Nationaal Leger heeft geen vin verroerd. Op Asiabo werd het vliegtuig gekapen, toch? Ja. En, en, en nergens hebben, het Nationaal Leger heeft nooit één vinger uitgestoken naar de Toekoyanas. Maar zij we waren wel direct de eerste die Brunswick hebben aangevallen toen hij was begonnen, bij Stokers. even. Ja. <laughs> maar Brunswick heeft wel militairen aangevallen. Ja, ja. En toen het hadden burgers aangevallen. Is ja. dat misschien de reden waarom het leger niet had bemoeid? Ik probeer gewoon de duivelsadvocaat hier uit te hangen. Ja, nee. Niet letterlijk de duivel hoor, daar dan nee, gooit u nee. weewater op. Kijk. <laughs> Brunswijk had een probleem met ja? ja. En Brunswick heeft in uh, juli 86 uh, ja, die Binnenlandse oorlog gestart. Met die overval op no? Juist. Ja. En heeft twaalf militairen daar gegezeld en overgebracht naar Stongenseilands. Ja, dat was het begin van de Binnenlandse oorlog. Hij heeft zelfs op dezelfde dag heeft hij ook het kampement in Albina aangevallen. Maar dat is afgeslagen door het leger. Ja? Uh, dus uh, ja, het begin van de Binnenlandse oorlog is vrij duidelijk. Juist. Maar de Toucayana's, die speelden onder één hoedje met het leger. Dat ik... valt niet te ontkennen. Want te eerst... Dus, nadat ik voor de president met die brief naar... Uh, Matta was geweest. Mm -hmm. Twee dagen daarna kwam er een communiqué van de Toekajana's. Er mogen geen paats meer in de West-Suduna komen. Maar <laughs> <laughs> dan ben je potten kijken toch, dan zie je te veel wat ze allemaal willen verbergen. Maar well, wat ik wel Toen ben well, ik een jaar lang well. niet meer geweest. En toen na een jaar vroeg de dorpsbestuur van Washiabo of Pater terug moest komen. Wat ik wel heb gezien, zelf, is dat toen die mensen langs de weg liepen. No. Uh, bijna bij Sanderij, daar in de buurt, waren er heel veel legerbussen. Er was een soort school, uh, iets voorbij Sanderij was er daar mm. zo, een school was daar zo. En ik heb heel veel bussen gezien van het leger waarin die mensen stapten. Dus wel gek genoeg zijn er bussen gestuurd naar die mensen. Want iedereen liep echt kilometers. Hè? Die, ja. ik kan die, het, het leek op lekker, net een film. Dat is, ik, heb, ik heb heel veel trauma's gehad. Ik heb tot mijn 14e, 15e plastic nog in mijn bed. Vroeger was het, weet je, omdat een ik moeilijk. niet kon slapen. Ja. Ja. Tot nu toe ben ik een van. Het is bekend dat ik geen, geen geduld heb. Ik ben, ik ben heel fel. Mm. Okay. Snap je? Het is, het is een mechanisme dat ik toen al heb. Wat ik daar heb gezien heb ik altijd gezegd: boy, de eerste die het voor mij brengt, krijgt hem. Mm. <laughs> Snap ja. je? Dat, dat ik ja. gewoon heb meegekregen toen. Ja. En, wat ik wel verrappant vond is dat ik. U zegt de het leger heeft niet ingegrepen. Maar ik heb wel legerbussen daar gezien om die mensen te halen. Dus dat vond ik heel raar eigenlijk. Nu, dat dit zegt leger leger kwartjes je krijgt wel beelden. Het leger steunde de Toekajana's zonder meer. Toen ik na een jaar voor het eerst weer <kwijnt> terug was op Washabapura. Toen vroeg ik aan Frank Jong. En Frank Jong ja. was de Toekajana-leider op Washabapura. Hij was de grote man van de Toekajana's daar. Ja. En ik kende hem al een uh, al twintig jaar. Mm. Dus ik zeg: Bosja, Frank. Het uh, was moeilijk dat we niet met onze eigen auto kunnen komen. Want we waren vier keer met de gelegenheidsbananenboot geklommen. Ja, ga je naar de Apura? Ik zeg maar, dan hebben we tussen Washiabo en Apura hebben we geen vervoer. Want we hebben zowel dus in Washiabo een kerk als ook in Apura een kerk. En daar houden we dus kerkdiensten, vergaderingen. Dan zegt Frank Jong dat hoeft geen probleem te zijn. Als je een pasje gaat aanvragen bij commandant Matto, dat was ja. de tweede man naast uh, Thomas. Thomas. Dan kun je wel een, uh, kunnen we je toestemming geven dat je weer via de weg kunt komen: Sanderij, Witagrong, door. Want die weg was afgesloten, er mocht niemand overheen. En toen zei ik tegen Frank Jong: Ik zeg maar, waar en hoe kan ik <coughs> commandant Matto bereiken? En hij zei me letterlijk: Pater, dan moet je naar de Memore kazerne gaan. Dat is de hoofdkazerne van het Nationaal Leger. En daar heeft Matto een kantoor. Dus de, de, de tweede man van de, de Toekajaners die vechten tegen de regering van Suriname heeft een kantoor in de hoofdkazerne van het Nationaal Leger van Suriname. Ja? Ik wil iets corrigeren trouwens. Mijn vader kende niet Thomas. Er was een andere Mario, dacht ik. Die had ook een bepaalde plek. Wijngaarders, ja, dat zou het Mario, wijngaarders, ja. die namelijk ook zo wordt nooit ontmoet. Maar het, het was een Mario. Het was geen ja. Thomas, het was een Mario. Dat, 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 dat moet ik even ja, corrigeren. Je hebt uh, Thomas was de hoofd van de Tucayanas en Matto was eigenlijk de tweede man. Yes. Juist. En Mato die, Mato, die, ontmoet, ja. die tweede man, die had een, hield kantoor in de kazerne van het Nationale Leger. Als je nog een duidelijke bewijs wilt hebben dat de Tucayanas en de Nationale Leger onder één hoedje speelden, dan kan ik je geen duidelijke bewijs geven. Jezus. Het was ook vaak. Wanneer de, 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 de Toekajana's van Wajongbo koppen namen, hè? Mm -hmm. als ze naar de stad kwamen, Samster namen de Paten ze mee naar de stad. En zeiden, Waar moet ik jullie afzetten? Soms zeggen ze: Je moet me afzetten bij, bij, bij de Memberbukoe kazen. Dus die, die militairen van, het, van de Toekajana's gingen rechtstreeks uit het binnenland, werden ze rechtstreeks afgezet bij de uh, Memberbukoe kazen. Maar er was <laughs> toen toch een president in het land? Hadden. Ja, dat was wel, ja. Maar, maar waren heeft het... niet op de hoogte van al deze dingetjes? Ik denk het niet, nee. en oh, okay. Bouders dus het... heeft het altijd zo gespeeld dat de Turkana's een soort verzetbeweging waren, omdat uh, de regering uh, hun te weinig aandacht gaf en zo. Het werd altijd gespeeld alsof het een, een Indiaanse beweging was voor de grondrechten en zo. Yeah. <laughs> Terwijl ze speelden onder één hoedje met het Nationaal Leger. Maar ik heb begrepen dat er een groep was bij de indianen die het niet eens was met de aanpak. En die zijn ook ja, verdwenen. dat is, is Pico, Sabayo. Ja. En uh, <coughs> de meerdere zijn toen gevlucht vanuit, was, vanuit Mata richting West-Suriname. En ze hebben daar de andere Toucayanas die in Washabapoeren waren verdreven. Dus een, voor een korte periode mm. was Pico... En zijn gezellen hadden Washiabapura overgenomen. Oh, dus ze, zij zijn als eerste in aanval gegaan tegen de Doekajanas? Uh, ja, dus dat wil zeggen, ah. dat de Doekajanas waren toen al, ik weet niet, één of twee jaar de baas mm -hmm. in west suriname Maar toen ze dus onderling uh, meningsverschillen hadden, toen heeft Pico Washiabapura overgenomen. Uh -oh. En toen Pico hoorde, dat bouwden ze nu wel. Uh, militairen stuurt, hij heeft. Uh, <laughs> lins, <laughs> lins, uh, linsgeer, ja, luidant-kolonel Linsgeer, uit een kering gestuurd met een detachement militairen. om Pico te verdrijven uit Washabapura. En toen die mensen van Wasjabo dat hoorden. toen is bijna iedereen naar de Franse kant vluchtten. maar voordat ze vluchtten, heeft Pico een dorpsvergadering gehouden. in de Kroete Osso van Wasjabo uh -huh. En in die Kroete Osso. Met de bevolking van Washiabo heeft Pico heel duidelijk gezegd. Toen ik nog militair was in het Nationaal Leger. heb ik voor Bouders heel wat vuile zaakjes moeten opknappen. En nu ik tegen het uh, leger en de andere Soekiaaners ben. gaat Bouders het zeker me willen vermoorden. Je, de, uh, hij gaat me zeker willen vermoorden. En hij is toen gevlucht naar Guyana. Oh, hij is niet vermoord? Hij is gebroken naar Guyana, daar is hij gevangen genomen. En Guyana heeft hem uitgeleverd aan Suriname. En toen was hij op. En toen heeft Bouters het zo geregeld dat hij met een toestel vanuit de stad naar Washabo Apura is vervoerd voor zogenaamde reconstructie. En de dag daarvoor, voordat ze aankwamen, kwam uh, commandant Matto uh, van uh, uh, Bikipoika naar Washabo toe om, om een pico op te wachten. En hij heeft daar... achter de dus Thomas Morris School... van Wasjabo... behoorlijk zitten drinken. Zelfs een schilpad open laten maken. En het schildpad er bloed opgedronken... om manmoedig te worden. En Frank Jong... heeft tegen de mensen van Wasjabo... in Apura gezegd... morgen mag niemand op of rond het vliegveld komen. Mm -hmm. En... Vrouwen gaan, gaan naar de kostgrond. Die hadden wel gehoord dat ze er niet mochten komen, maar toen zij dus terugkwamen van de kostgrond en vlak voor de airstrip, zagen ze dat er een vliegtuig stond. Daar hebben ze zich in de bosjes schuil gehouden. Die vrouwen hebben dus allemaal gezien hoe uh, Pico en die drie gezellen van hem, ze waren met z'n viertjes, handen en voeten gebonden, die zijn vanuit het vliegtuig zo op die militaire truck van Frank Jong. Op de, niet de milieu, gewoon op de, truck van, de blauwe truck van Frank Jong, daar zijn ze opgegooid. En toen zijn ze vanuit Wasjabo, op de parallelweg achter Washiabo, Apura, zijn ze richting Blanche-Marie vallen vervoerd. En daar zijn ze dus in koele bloeden met motorkettingzagen vermoord. Dat is wat gebeurd is: kettingzagen? Met ja, met de kettingzagen in stukjes gezaagd. Dus niet echt gewoon doodschieten, nee. nee, 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 nee. Ze zijn levend <laughs> In een ketting zagen vermoord. En toen moest uh, dat bloed, natuurlijk, van die truck, moest weggewassen worden. Toen is die truck van uh, Frank Jong met uh, Thomas was erbij. Ik weet niet wie er nog meer bij was, maar zeker Thomas. Hebben ze bij kamp uh, 52. Er was een post van. Uh, sur uh, Thomas, uh, niet suralco. Uh, die goudmaatschappij die in West-Suriname werkt. Five Star nog? Star Nee, nee, Er is nog steeds. Nee, die nu goud en grindelven ook in de buurt. Grassalco? Grassalco natuurlijk. Kijk, als ze overwoord willen namen, Nee, maar Grassalco. Daar hebben ze ontsmettingsmiddelen gezocht. Daarmee hebben ze die truc schoongemaakt. En dan zijn ze weer teruggereden naar Waschiaanbo. Denk je dat, dat die mensen op deze manier zijn vermoord om een boodschap te sturen naar de rest? Nou, <laughs> of dan, Thomas mensen? was natuurlijk woedend op uh, Pico. Die oneenigheid ging onder andere over de verdeling van drugsgelden. En dat, dat, dat Pico in op, opstand was gekomen tegen, Koma, tegen Thomas. Ja, dat was onvergeeflijk natuurlijk. Ja, en, en daarom heeft hij hem vermoord. Je kan je in oorlog boos zijn en ik zie je dan dood? Ja. Wat, wat daarbij hoort is het spel. Maar met kettingszaag me eventjes van mijn apropos geslagen. Ik eventjes, ja. uh... Maar dat is wat gebeurde. Ik heb dat verhaal op verschillende indianen dorpen van verschillende mensen gehoord. En ik heb ook, eh, toen ik er zeker van was, heb ik een persconferentie gehouden in Hotel Torarica. Mm -hmm. En daar was de pers, radiotelevisie, alles erbij. is verslag van gedaan. En ik heb een aantal weken daarna was ik weer terug op Asjabo. En ik heb het aan het dorp gestuurd. En dan wat oudere mensen gevraagd. Of ze die persconferentie gevolgd hadden. En dat hadden ze via de radio. En ik heb ze gevraagd. Wat ik verteld heb over die moord op Pico en Gezellen: klopte dat of klopte dat niet? Ze zeggen: Pater, je hebt het precies verteld zoals het gebeurd is. Je hebt het precies verteld zoals het gebeurd is. En ook, kijk, ik ben Thomas nog een paar keer tegengekomen. Als hij me ziet, dan draait hij zijn hoofd weg, hij schaamt zich dood. Ja, want u bent een reem mens, dus dat is het moeilijk om, om, om... Hij kan niet ontkennen. Hij, hij weet dat het waar waarheid is. Hij zegt, hij geeft ook geen commentaar erop. Om de denk dat het in mijn land gebeurt. is gebeurd. Ja, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk dat Surinamers dat elkaar hebben aangedaan als Surinamers. Is verschrikkelijk. Want kijk, als je naar geschiedenisboeken gaat, zes regeltjes. Ja, maar dat gaat misschien zes veranderen. Dus. Ik heb dit boek <laughs> heb ik ook aangeboden aan de minister van Onderwijs. Yeah. En ze was dus heel erg geïnteresseerd. En ze zo zou het zeker gaan lezen. Ik zeg, kijk, als u het gelezen hebt en u vindt dat wel de moeite waard, dat is Surinaamse jeugd of middelbare scholen dat lezen, nou, dan kunnen we erover praten om eventueel dat te subsidiëren, dat het verspreid wordt. Want tot nu toe, kijk, de meeste Surinamers weten echt niet wat er gebeurd is tijdens de Binnenlandse Oorlog. Ik had het aan, uh, hoe heet het, aan Bimla, die ja. had ik ook een boek aangeboden. Ze heeft het in één dag uitgelezen en zegt, pater, ik dacht dat ik wist wat er is in de Suriname gebeurd maar er zat, ik heb zoveel gelezen wat ik ook niet wist. Ja, dus kijk, ik, ik, ben, ik ben een man van de straat. Mm -hmm. Ik hoor veel. Ik praat ook met jongens van het leger. Ja. Al dat soort dingetjes. En een heleboel dingetjes. Daarom stelde ik ook bepaalde vragen. Ja. Maar u heeft het in, op zo'n danige manier onderbouwd. Mm -hmm. en, en nog beter uitgelegd dat ik echt eventjes perplex sta hier zo. Uh, om te denken. Nu snap ik waarom jongens in de stad ook helemaal aan de druk zitten. Die, die, die jongens van het leven. Die waren verschrikkelijk gefrustreerd. En weet je, dan ga je soms je hel zoeken in drinken. Maar drinken is. Je, je komt in de roest, is even vergeten. Maar het komt net te hard weer terug. Ja, Kijk, ik... uh, de, uh, sterke drank, drugs, is geen oplossing. Het is dus een verdringing. Nee, maar ik zou ook niet nuchter willen zijn. <laughs> ja, dat laten we elkaar niet. Ik bedoel, ik, 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 ik... Ja. nogmaals, ik heb veel met deze jongens gewerkt omdat ik lang in de vuile zelf ook okay. fysiek bezig ben geweest. Mm -hmm. uh, en dan zaten ze soms en dan sprak ik met ze. Weet je, mm -hmm. ja, maar Basie je moet niks zeggen. Ik zei: Nee, vertel me, vertel mm -hmm. me. Niet weten dat ik later een programma zou, zou hebben, mm -hmm. maar gewoon voor mijn eigen ontwikkeling toen. Ja. Ik ben ook gewoon een nieuwsgierige jongen, dus ik stel gewoon vragen ja, altijd. Okay. En ik kreeg bepaalde bevestigingen nu ook. En nu snap ik ook. En ik zei ze: nee, uh, het leven ziet er mooier uit en zo, zo, zo. Maar ik denk dat als ik in hun situatie ben, wa was geweest, dat ik allesbouw van nuchter zou willen zijn. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Kijk, ze zijn overvraagd. Hè? En ze waren ze zijn op 19 Ja, ze zijn niet... jonge jongens nog. Ik bedoel, en ze zijn op uh, opdrachten uitgestuurd, waar ze totaal niet uh, geschikt voor waren. N niet, de, niet, niet de mentale voorbereiding hadden. En uh, ja, er, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, ook in de confrontatie tussen Jungle Commando en het Nationaal Leger. Ik, ik heb gehoord, uh, dit is waar een jongen die in Jungle Commando was. Hij zei: Dave, we zagen die, jongen op het, die jongens kwamen. En we, ze noemden ze kanonnen voor, ja. de, eerste, de eerste linie dan. Ze zeiden we schoten zo, we schoten. Ze. Op een gegeven moment zeiden we: Ik ook weer. Ze vonden het zo zielig ja, om die jongens zo kapot te schieten. Oh, ze, ze hadden geen kans. Dus soms schoten nee. zo'n een paar zei ze, ik ook weer. Want nee. ze, ze zaten het zo'n in rakiri zei hij zelf. Ja. ja. Nee, ik heb van... Er uh, was een uh, passagier, Antonius Damba, van um, Biggie, uh, Biggie's Tong, aan de rivier. Ja. Hij vertelde me toen het leger met een ponton. Uh, eigenlijk op zoek ging naar die uh, helikopter die door de uh, jongens neergeschoten was. Uh, ze kwamen met die ponton aan. Die jongens lagen ze op te wachten. En ze stonden allemaal op die ponton. Ze hebben er zoveel doodgeschoten. Hij zegt, pater, al die lijken zijn in de rivier gevallen." En dagenlang gingen ze op en neer. Naar beneden en weer naar boven met de vloed. En het water was gewoon lolly van die lijken die daar in die rivier waren. Gewoon militairen. Die Doodgeschoten werden. Mijn mond is letterlijk open terwijl ik naar u luister. Nee, maar dat zijn dingen die gebeurd zijn. Dat zijn dingen die gebeurd zijn. Ik kan nog uren doorgaan, maar ik moet afronden, heb ik net begrepen. Dus uh, sowieso we, ik ga ik we u weer uitnodigen bij mm. deze. Want u bent een bron van geschiedenis voor Suriname. <laughs> ik wil één ding zeggen. Ik wil u sowieso bedanken, want u bent... Weinig mensen weten hoeveel u eigenlijk ook aan, aan werk heeft gedaan in Suriname, voor Suriname. En daarvoor wil ik u als Surinamer bedanken. Um, los van dit alles, hè. Ik heb het gewoon over het, het werk dat u doet in het nee. binnenland voor de mensen zelf. Ik waardeer het van harte en van mij. Niet omdat u weer uw Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Ik voel me me deze Surinamer. En daarom ja. wil ik u bedanken. Is er iets dat u wil meegeven aan de luisteraars en aan de kijkers? Nee, ik heb, uh, ik heb met veel voldoening ruim vijftig jaar in Suriname gewerkt. Veel mensen mogen ontmoeten. Ik ken bijna het hele binnenland. Over alle dorpen ben ik bijna wel eens geweest. Um, ik heb pas daar werk gedaan. Vooral na de Binnenlandse oorlog heel veel uh, schoollokalen gebouwd. Hele scholen zelfs, onderwijzerswonen, volle klinieken. Ik heb een bijdrage mogen leveren aan de wederopbouw. En dat geeft me ook veel voldoening. En ik hoop dit nog een aantal jaren vol te kunnen houden. Maar ja, bij mij leeft de behoefte. Eigenlijk nee, laat het zo zeggen. Kijk, dit, dit boek, hè, Pater Toon Bosland, Pater. Mensen hadden me gevraagd, Pater, je moet die ervaringen van 50 jaar Boslandwerk vastleggen. Want zo jammer zijn als het verloren gaat. En uh, toen heb ik dit boek geschreven. Dit is het eerste boek. En één hoofdstuk uit dit boek. Pater Toon, of uh, Pater Toon Bos van Pater geroepen tot en Profeet voor Suriname. Dat ging over de Binnenlandse Oorlog. Okay. En toen hebben ze me gevraagd, ga dat hoofdstuk over die Binnenlandse Oorlog meer in detail uitwerken. Alle intriges, vernietigingen, um, achtergronden, feiten. En dat is dus dit boek geworden. Dus Pater Toon heeft twee boeken uitgebracht. Ik motiveer iedereen om het te halen. Dan heb je een andere kijk op het verhaal die altijd wordt verteld. En uh, ja. Ik ga straks wil ik wat foto's maken zodat ik het ook kan zetten in de mm -hmm. podcast. Zodat de mensen het kunnen zien, de mm -hmm. cover. Ik wil jullie echt bedanken. Ik ben, uh, ben een beetje stil van. En dank wel voor je tijd. Ik waardeer het van harte. Ja, yes? dank je wel. Graag. Ik was graag hier. Dank je Oké. Ja, boem. Is goed, brother. Oké. Thank you. ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die tori op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. D.V.A. Baby. Let's talk.